deze plek, hè? Is het bijna een tweede huiskamer? Ja, bij momenten. Nu is het alweer wat minder, omdat ik gewoon weer fit ben. Maar ja, mijn revalidatie na mijn operatie in juli heb ik hier 5 dagen in de week getraind. Ja, dan kom je hier zoveel. Ik kan me ook herinneren dat ik, dat ik in januari hier was, vorig jaar. En dan loop ik de straat in en dan krijg ik gewoon heel veel zin om te trainen. Die lucht die komt je al tegemoet. De lucht van topsport, want dat wordt hier gewoon bedreven en dat is gewoon heerlijk. Ja, maar als je hier zo lang zit, je kan ook met lood in je schoenen komen, maar dat was niet zo. Nee, zeker niet. Zeker niet. Natuurlijk zijn er wel eens momenten geweest dat je even geen zin had. Dat heeft iedereen wel eens, denk ik. Maar op het moment dat je gaat trainen, dan is daar helemaal geen ruimte meer voor. En dan ga je volle bak. Ja, dan is het gewoon heerlijk om hier te zijn. Niemand vindt het leuk om kapot te gaan. Je kunt ook genieten van kapot gaan. Ik zie allebei bij jou. Ik vind het heerlijk om hier te trainen. En het is gewoon ook nog heel belangrijk. Het is belangrijk geweest en het zal altijd belangrijk blijven zolang ik nog voetbal. Omdat ik gewoon een goede basis moet hebben om mijn topsport te bedrijven. Dat heeft gewoon te maken met het verleden en met mijn knie. Maar het is ook gewoon de innerlijke drijf bij mezelf dat ik gewoon ten alle tijde alles eruit wil halen. Ja, dat is twee dingen. Het ene is karakter en het andere is je levensloop eigenlijk. Dat heb ik denk ik samengevoegd. Dat voelt heel erg goed. Het is gewoon heerlijk om hier te trainen. Of het nou alleen is of met anderen. Dan probeer je elkaar naar een hoger plan te tillen. Dat is gewoon hartstikke fijn. Nu bereid ik me voor. Hè? Als ik hier ga praten met jou en dan lees ik wat artikelen terug. En dan denk ik, deze ruimte is bijna symbolisch voor jou. Omdat jouw mentale weerbaarheid en veerkracht misschien wel groter is dan je talent ooit is geweest. Ik zeg altijd zo dat wel mijn grootste kwaliteit zit wel tussen mijn oren, denk ik. Ik kan behoorlijk voetballen, dat mag duidelijk zijn, want anders kan je niet halen of bereiken wat ik heb gehaald. Alleen daar is mijn mentale weerbaarheid en mijn instelling is daar wel heel belangrijk in geweest. En dat besef ik heel goed en ik ben daar heel trots op. Dat is wat ik eruit wil halen, ten alle tijden, elke dag weer. Alle onderdelen daarvan zijn belangrijk voor mij. Toen ik wat jonger was, was ik daar niet zo bewust mee bezig. Maar inmiddels zijn alle details zijn geen details meer. Dat zijn gewoon belangrijke onderdelen van de voorbereiding op een wedstrijd, op een training, op de volgende dag. Zo ben ik daar gewoon mee bezig. Wordt het onderschat, denk je, hoe belangrijk bijvoorbeeld krachttraining voor je is? Ja, dat vind ik van wel, absoluut. Ik denk dat als je kijkt waar Nederland nu staat qua voetbal, dan vind ik dat we technisch en tactisch gewoon heel erg ver zijn en goed zijn. Alleen daar kunnen we niet op blijven leunen. En we zullen bij moeten schakelen in het fysieke en het mentale. Voor mezelf is het natuurlijk een fysieke training, maar ook mentaal. Dat je gewoon door wil blijven gaan, dat je gewoon je oefening goed af wil maken en niet wil verzaken. En niet te kort wil komen. En natuurlijk gebeurt dat wel eens een keer. En dat is gelijk weer de drijf om de volgende keer wel dat te halen. Maar ik denk dat we daarin absoluut stappen moeten maken. En voor mij is het zo belangrijk. Nog steeds. Dat voelt gewoon heerlijk. Dus voor jou is het evident. Maar bijvoorbeeld, je bent naar Engeland gegaan. Je hebt lang bij Feyenoord gezeten. Je hebt een EK ook in 2012 gespeeld. In 2014, dat is jouw toernooi geworden eigenlijk. Is de basis daarvoor hier gelegd? Ja, absoluut. Ook. Mede. Ik ben zo bewust naar het toernooi van Brazilië toe gaan leven. Ja, en daar, wat ik net ook al zei, alle details, alle kleine dingetjes, die waren gewoon, dat werd gewoon een hoofdpunt in de weg naar het WK, zeg maar. Rust, de goede training, optimale voorbereiding, alles met voeding en noem maar op. Dat is heel extreem geweest, maar ja, dat heeft zijn, hoe noem je dat? Dat heeft wel zijn vruchten afgeworpen. Je bent een halve monnik. Dat heb ik toen wel eens gezegd, maar je moet het niet overdrijven. Je blijft ook een mens. Ja, zeker weten. Kijk, je moet ook genieten, je moet ook ontspanning kunnen vinden en dat is ook heel erg belangrijk. Ook met name ook weer voor je mentale gesteldheid.
Ja, het is gewoon heel belangrijk om daar de juiste weg in te vinden. En dat is eigenlijk continu een zoektocht, want dat kan ook per moment verschillen. Want als jij in vorm bent en het gaat allemaal goed en je bent topfit, dan gaat het allemaal wat makkelijker. Maar als het wat minder makkelijk gaat en je hebt wat pijntjes, of je bent niet in vorm, of je maakt een fout in de wedstrijd waardoor kritiek komt of wat dan ook. Ja, dan moet je gewoon vasthouden aan je plan. En dat is bij mij altijd heel goed gegaan. En hoe sterk je ook bent, ook jij twijfelt natuurlijk wel eens. En zeker met de blessures die je hebt gehad. Ja, dat geldt voor iedereen, denk ik. En dat geldt ook voor mij. Die twijfel is er nu niet meer. Maar bijvoorbeeld vlak na mijn operatie, ja, dan krijg je ook weer die vraagtekens voor jezelf. En ik ben nu nog in Nederland, ook om antwoorden te krijgen. En het gaat gewoon hartstikke goed. Ik kan lekker vol trainen. En daar ben ik gewoon hartstikke blij mee. En dat geeft gewoon weer heel veel vertrouwen voor de toekomst. Terecht. Even over vandaag. Neem even een beetje mee. Wat doe je nou eigenlijk vandaag op zo'n dag? Hier zo? Een uurtje volle bak trainen, zo noem ik het altijd als mensen naar vragen. En gewoon heel gerichte explosiviteit trainen. We begonnen met met squats. Dat is puur voor mijn bovenbenen ook. Dat is gewoon heel belangrijk. Dat is gewoon de basis voor mij om goed te presteren. Om mijn knie gewoon optimaal voor te bereiden. En daarna gaan we in explosiviteit, in het voetenwerk, links-rechts, met reageren, anticiperen en ook gewoon een stukje algemene kracht bovenlichaam. Ja, voor de rest kan je dat beter aan Hans vragen, want die is daarin gespecialiseerd. Die stelt het samen met jou samen eigenlijk natuurlijk? Nou ja, Hans weet altijd van tevoren wat hij gaat doen natuurlijk en ik volg gewoon de oefeningen. Dan is het voor mij gewoon de oefeningen uitvoeren en goed uitvoeren. En het is gewoon heerlijk dat je gewoon één op één, vandaag toevallig één op één, traint. Want alle details wordt op gelet. Als je voet niet helemaal goed staat of je squat gaat niet diep genoeg of je houding van je romp is niet goed genoeg, er wordt direct op gecorrigeerd. En dat wordt in de loop van de tijd wordt dat gewoon automatisme, dan hoeft hij dat niet meer te doen. Nou, dat blijkt ook, dat voel ik zelf ook. Ik voel zelf al wanneer wanneer mijn houding niet goed is, dan kan ik het zelf aanpassen. Maar dat heeft ook tijd nodig en daarom is het gewoon lekker dat je gewoon zo kort met elkaar of zo dicht op elkaar kunt werken. Als je nu praat, dan word je helemaal enthousiast. Ik zie echt dat je echt vol in die drive zit, zeg maar, om nog steeds beter te worden. Ja, absoluut. Ja, maar vandaag was ook een heerlijke training. En, ik moest aan het einde squat jumps doen en dat gaat gewoon automatisch, het gaat gewoon vloeiend en dat is gewoon heerlijk. En dat gevoel is gewoon, dat geeft zoveel energie, dat geeft zoveel vertrouwen. Ja, en dan praat je over een pittige training, maar dat voel ik al nu niet meer. Maar ik heb wel weer een basis gelegd om richting zondag weer de wedstrijd goed te volbrengen. Je bent nog wel heel bewust bezig met je knie, je bent nog niet de optimale Ron Vlaar. Dat wordt minder en minder eigenlijk. Dat is wel. Kijk, ik heb voor de winter al mijn eerste wedstrijd gespeeld. En dat was allemaal weer nieuw. En dan ben je ook aan het zoeken. Dat is minder en minder. Ook op de trainingen. Gisteren en eergisteren gewoon volle bak getraind. En dat gaat gewoon hartstikke goed. En ik ben niet meer in een training bezig met mijn knie. Daarbuiten ben ik heel bewust bezig daarmee. In de verzorging, maar niet alleen mijn knie. Gewoon mijn hele lijf. Want je lichaam is één machine. En elk schakeltje is daarin ook weer belangrijk en heeft weer invloed op de volgende schakel. Dus daar ben ik zeker heel bewust mee bezig, maar wel preventief, zeg maar. Maakt je volgens mij een beetje uniek binnen de voetbalwereld, zo bewust als je er nu mee bezig bent? Dirk Kuyt doet het misschien ook. Als ik zag hoe hij bij Fenerbahçe bezig was, denk ik van dat is misschien wel vergelijkbaar ook. Nou, dat heb ik niet gezien, maar ik weet wel, Dirk ken ik ook nog van mijn periode toen ik net bij Feyenoord kwam. Toen was hij al volle bak met zijn lichaam bezig. Heel veel extra training. Ja, hij is gewoon een sloper, hij is een monster, hij is zo enorm sterk. En dat laat hij ook weer elke keer zien. En daar heb ik heel veel bewondering voor en dat was toen absoluut al een voorbeeld voor mij. En, daar kan ik alleen maar heel veel bewondering nogmaals en ook heel veel respect voor hebben. Want het is hem nu ook niet allemaal aankomen. Hij heeft altijd heel hard moeten knokken. Hij heeft een fantastische carrière. En hij kan het nu bij Feyenoord weer vervolgen. En alleen maar lof daarvoor. Wat is het met AZ eigenlijk? Wat is dat toch? Dat El Hamdoui daar aan kan komen. En niemand wil verwachten wat van. En het lijkt allemaal vriendelijk en zo. Maar ondertussen hebben ze toch weer voor elkaar. Die tekent daar gewoon. Jij komt eraan, andere oudspelers mogen daar mee trainen. Is dat Van der Brom? Is dat die club? Wat is dat met die club? Ik denk dat doen ze natuurlijk gewoon in overleg. Ik heb daar ook uiteindelijk mijn vraag neergelegd en daar is heel enthousiast op gereageerd.
Ja, en dat geeft natuurlijk heel veel warmte vanuit de club naar mij toe. En daar was ik hartstikke blij mee en dankbaar voor. Ja, en uiteindelijk leidt dat ook dat ik daar speel. Ja, dat had ik toen niet verwacht toen ik daar begon met trainen. Alleen de dingen lopen zo en uiteindelijk moet ik keuzes maken. En daar ben ik gewoon heel blij mee. En ik heb het super naar mijn zin daar. Ik kan lekker trainen. Ik kan weer lekker voetballen, wat het allerbelangrijkste is. En ze begrijpen me, hoe ik erin sta. En dat gaat allemaal in goed overleg. En daar ben ik gewoon heel blij mee. En dat geeft heel veel rust bij mij. En ik hoop dat ik dat op het veld terug kan betalen daarna. Maar ik kijk van een afstandje en denk, nou, dat doen ze slim. Want het lijkt gewoon dat je iemand mee laat trainen. Maar ondertussen hebben ze weer gewoon twee toppers eigenlijk binnengehaald. Ja, ik denk niet dat de intentie in eerste instantie is duidelijk naar elkaar toe uitgesproken daarin. Dat was absoluut niet aan de orde. Nou, dat is uiteindelijk wel, heeft dat een wending gekregen. Maar dat, uiteindelijk spreken dat naar elkaar uit en dan komt dat ervan. En dat kan is gewoon hartstikke mooi. Waarderen zij ook dat jij hier bent? Dat jij hier voor jezelf extra traint? Ze weten dat. En ze weten ook hoe ik daarin sta. Daar ben ik vanaf het begin heel duidelijk in geweest. En Hans is ook mee geweest naar de club om daarover te praten. En dat is gewoon allemaal een heel goed overleg gegaan. En dat maakt het ook natuurlijk een stuk makkelijker. En ook dat geeft weer heel veel rust. En ze weten dat ik, wat er hier gebeurt. Dus wat kan ik daar meer over zeggen? Misschien juichen ze het wel toe. Sorry? Misschien juichen ze het wel toe. Zijn ze, dit is mooi, iemand die zichzelf wil investeren, nog eens extra. Ja, kijk, ze hebben zelf ook mensen in dienst, dus de spelers die krijgen daar ook begeleiding. Alleen ze weten hoe ik daarin sta en dat heb ik vanaf het begin duidelijk gezegd, ook toen ik al alleen mee kon trainen. Ik heb gewoon deze trainingen nodig, die zijn gewoon heel belangrijk voor me. En dat is gewoon voor mij een punt waar ik gewoon, dat is voor mij gewoon een eis, klaar. Ja, als jij een weekje overslaat, dan word je onrustig natuurlijk. Sorry? Als jij een weekje overslaat, dan word je onrustig. We zijn op trainingskamp geweest en dan mis ik dat toch wel. Alleen ik kan het wel op een andere manier invullen. Ook daar ga je je weg in vinden. In goed overleg met Hans, in de oefeningen en ook in overleg dan natuurlijk met de mensen op de club. Dat het gewoon goed gecommuniceerd wordt. En dan kom je daar wel uit. En dat is geen enkel probleem. Volgens mij, je hebt vooraf met Ruud besproken. Je zei, ik wil niet te lang hebben over Van Geel dat je bij Feyenoord aanklopte. Twee vragen, meer niet. Dat klopt. Eentje toch? Eentje. Nou, je hebt natuurlijk bij Feyenoord aangeklopt om daar mee te kunnen trainen. En ooit toen je vertrok, was je ook wel meegegeven. De deur staat altijd open voor Ronvlaar. Je bent belangrijk voor ons geweest. Heeft het je nog verbaasd dat ze uiteindelijk zeiden, het gaat niet gebeuren? Nou, ik ben nog steeds altijd welkom. Alleen, dat is, ik speel nu in Alkmaar bij AZ. Weet je, ik heb het een plek gegeven en dat toen gezegd is, weet je, dat is een feit. Ik heb daar absoluut geen probleem mee. Het is jammer, dat was toen, toen heb ik dat ook uitgesproken, maar nu, weet je, ik heb gewoon heel veel zin in de wedstrijd van zondag, wat een heel speciale wedstrijd voor mij wordt. En ik kijk daarnaar uit, ik heb er heel veel zin in. Ja, en wat er allemaal gebeurd is, weet je, dat ik ben nu te oud om daarover nog te struikelen, zeg maar. Weet je, absoluut helemaal nul daarin, want wat heeft het voor nut? Als ik het aan mij laat vreten, dan kost het me alleen maar energie en dat is geweest. En dat is het ook helemaal niet waard, want ik kom er nog net zo graag. Alleen dat is gewoon wat lastiger nu, maar omdat ik in Alkmaar zit. Maar weet je, dat is geweest en... Als Van Geel me belt of Gio me belt, dat is geen enkel probleem, weet je. Zo zit ik gewoon niet in elkaar. En er staat een streep onder. Je hebt gelijk en het is een correct antwoord. Maar mijn vraag was, heeft het je verbaasd? Nee. Nee. Als je naar de selectie kijkt, dan is alles bezet, weet je. Alleen, het was alleen in instantie een vraag om te trainen en meer niet. Oké. Okay. Nu zeggen mensen altijd, ik laat je even wat clichés meenemen. Mensen zeggen dat als je een tijd bij Feyenoord hebt gespeeld en je bent er belangrijk geweest, jij bent er aanvoerder geweest, dat je dan eigenlijk voor altijd Feyenoorder bent, waar je ook zit. Is dat iets wat je ook stiekem wel een beetje voelt ergens? Ja, absoluut. Absoluut. En aan dat gevoel is niets veranderd. Echt niet. Alleen, weet je, als je naar de wedstrijd van zondag kijkt, ik wil wel gewoon winnen. Tuurlijk. En ik ben een topsporter en ik ben een professional. En weet je, dat gaat dan gewoon aan de kant. En
zullen misschien mensen zijn die zeggen van, ja, weet je, dat, misschien laat je wat lopen. Nee, in dat soort wedstrijden dan ga ik juist misschien nog wel harder. Want ja, dat ga ik echt niet tegen me gekeerd krijgen. Zo zit ik gewoon niet in elkaar. Dus misschien zullen ze nog wel harder moeten werken. En ja, weet je, dat is nou helemaal zo. Je gunt ze alles, maar niet zondag. Nou ja, kijk, wij kunnen niet kampioen worden. Zo realistisch moeten we zijn. En Feyenoord kan het in principe nog wel. En daarvoor zullen ze bij ons moeten winnen. Maar ze gaan niks cadeau krijgen. Je zegt het goed. In principe kunnen ze nog wel winnen. Maar er is natuurlijk wel een flinke klap uitgedeeld tegen PSV. En er zijn ook heleboel mensen die hebben nou al een streep ondergezet. Laat ze zich maar richten op de beker. Hoe kijk jij naar dit Feyenoord? Nou, ik denk dat er lang niet zoveel stabiliteit in de ploeg is geweest. En dat is heel belangrijk. Alleen 8 punten is het volgens mij. Dat is een groot gat. Alleen, er zijn nog zoveel wedstrijden te gaan. Je moet altijd blijven geloven. En elke wedstrijd gewoon zien te winnen. Dat is het enige wat je kan doen. En dat geldt voor ons ook. Weet je. Wij willen omhoog. En we moeten gewoon elke wedstrijd zien te winnen. Ik vind dat je gewoon elke wedstrijd in moet gaan om te winnen. Ook al speel je bij AZ en we staan nu in het rechte rijtje. Dat maakt niet uit. Het is de intentie die je hebt om hoe je een wedstrijd ingaat. En, voor Feyenoord is dat niet anders. En, ja, ze hebben nu verloren van PSV. Ja, dat kan gebeuren. PSV is als je naar die ploeg kijkt, zijn ze denk ik nog iets volwassener dan Feyenoord op dit moment. Ja, dat kan gebeuren. Alleen, ja, je had hem eigenlijk niet mogen verliezen als je naar de ranglijst kijkt. Alleen, er is nog genoeg te winnen en zo moet je dat altijd benaderen, denk ik. Maar moet je misschien ook gewoon zo eerlijk zijn om te zeggen, Ajax, PSV zijn gewoon net iets verder of misschien kwalitatief wat sterker? Wat ik net over PSV zei, dat ze misschien iets volwassener zijn. Ze hebben Champions League, wat ze heel veel ervaring oplevert. En ja, die wedstrijden word je natuurlijk absoluut beter van. Ja, ik denk altijd terug aan Oranje dan. Weet je, niemand gaf ons een kans, maar we kwamen heel dichtbij bij het ultieme, zeg maar. En ja, daar moet je wel in geloven. Dan moet je als ploeg achter gaan staan. En WK is 7 wedstrijden. De competitie is veel langer, dus dat is moeilijker. Maar de benadering is in mijn ogen hetzelfde. Nooit opgeven? Nee, absoluut niet. Jij hebt 2 zware kruisbandblessures gehad. Je hebt nu een meniscusblessure gehad. Is het eigenlijk een klein mirakel dat je hier zit zoals je er nu zit? Ben je wel eens verbaasd over jezelf? Nee, eigenlijk niet. Ik weet uit welk hout ik gesneden ben. En daar ben ik heel dankbaar voor. En dat hebben mijn ouders onder andere ook meegegeven. Ik ben een harde werker en ja, het is me absoluut niet aankomen bij je. Ik heb heel veel werk moeten verzetten om te bereiken wat ik tot nu toe al heb bereikt. Maar dat geeft ook heel veel voldoening. Maar ja, wat mij betreft is het plafond nooit bereikt. Want op het moment dat je daar zit, kan je weer verder. Er zijn altijd nieuwe doelstellingen. En het is hoe je jezelf triggert. En hoe je jezelf aanspoort om toch weer de volgende stap te bereiken, ook in je carrière, op welk vlak dat ook is. Het hoeft niet per se in een transfer te zijn, maar in nieuwe doelstellingen, individueel, maar ook als ploeg. Ja, zo ben je nooit klaar, denk ik. Veel mensen zijn verzopen, hè? Goede spelers uit de Eredivisie in de Premier League. Ik denk aan Brian Ruiz bijvoorbeeld. Vond ik een fantastische voetballer bij Twente. Jij gaat naar Villa, en toen waren ze nog beter dan ze nu zijn, een stuk beter. En je wordt er gewoon aanvoerder, je wordt onbetwist basisspeler. Je bewijst wel iets voor jezelf dan, toch? Ja, maar dat zijn ook ik ga niet die stap maken om op de bank te gaan zitten. Ik wil spelen. En ik had ook als heel duidelijk doel voor mezelf het WK. Nou, heel teleurstellend EK. Daarvoor moet je gewoon goed spelen. En we hebben de 3 jaar die ik daar gezeten heb heel moeilijk gehad om erin te blijven. Dat is 3 jaar gelukt. En dat was niet altijd even leuk of even makkelijk. Het grotere doel was voor mij altijd heel helder. En dat heeft me absoluut ook wel eens op de been gehouden. Maar ja, ik ga niet ergens naartoe om me ergens bij neer te leggen. Weet je, ook daar wil ik gelijk weer doorzetten en doorstappen. En ja, dat geldt voor mij elke dag opnieuw eigenlijk. Dat grote doel was toen 2014 WK. Maar tegelijkertijd hoorde je toen al Man United of het is misschien maar geruchten. Maar Ron Vlaar staat in de interesse van. Dat er ergens in je achterhoofd komt dat ook wel aan bij je. Die ministersblessure. Hoe diep heb je er eigenlijk kapot van gezeten? Want het heeft je toch veel langer teruggeworpen dan je had gewild. En het was ook veel erger toen je wakker werd, zeg maar, na je narcose uit je operatie. Dan pas besef je hoe lang het wel niet gaat duren. Ja, nou, toen ik wakker werd uit mijn narcose, toen dacht ik, het voelde al niet goed, zeg maar, op het moment dat ik naar de OK reed. Maar
ja, het voelt niet zo als, als ik echt teruggeworpen ben of zo. Want zo ervaar ik dat niet. Zo kunnen andere mensen dat misschien wel benaderen. Maar voor mij is het gewoon, ja, weet je, je moet weer even een stapje terug. Maar het is ook weer een weg ergens naartoe. En zo benader ik eigenlijk altijd alles. Ik heb daarin meer meegemaakt. Natuurlijk had ik ook nog ergens in het buitenland kunnen voetballen. Maar ja, dingen gebeuren nou eenmaal en daar kan je niks aan veranderen. Ik heb nergens spijt van. En op het moment dat ik onder het mes moest, dat is natuurlijk wel op dat moment pijnlijk. Maar uiteindelijk maak je weer keuzes en ga je weer verder. En ja, ik kan daar niet erg, hoe moet ik dat zeggen, teleurgesteld of gefrustreerd op terugkijken. Want ik kan daar toch niks aan veranderen en ik leef in het nu en dat is denk ik het belangrijkste. En ik kijk weer vooruit en ik ben hartstikke blij dat ik weer voetbal. Ik wil plezier uitstralen en ik wil heel graag winnen. En elke wedstrijd opnieuw. Ja, en dat probeer ik uit te stralen. En ik hoop dat, dat geeft mezelf in ieder geval heel veel voldoening. Dus dan ben je misschien 10 minuten gebroken en daarna gewoon meteen nieuwe doelen zetten? Ja, 10 minuten, dat weet ik niet. Dan moet ik even goed terugdenken hoor. Ik heb dat eigenlijk allemaal wel op een plek gegeven en weggestopt. Omdat het geweest is. Maar ja, natuurlijk, dat heeft wel even nodig. Misschien een paar dagen. Alleen, je herstel begint ook direct. Alleen, het was niet een paar weken. Het was een paar maanden. Dus dat is even bijschakelen. Maar met de mensen om me heen die me altijd zo enorm steunen. Ja, weet je, dat maakt het ook gewoon een stuk makkelijker. Kan ik in Nederland zijn. Ben ik heel veel met mijn kinderen geweest en nu nog steeds. En dat geeft zoveel energie. En daar ben ik gewoon heel dankbaar voor. En zo probeer ik het altijd te benaderen. Wat zijn de doelen nu? Waar ga je eigenlijk heen? Je hebt altijd weer nieuwe plannen. Je hebt weer een nieuw plafond. Nou, op dit moment heb ik daar nog niet een heel heldere doelstelling over. Wat ik al eerder aangaf. Ik heb nu bewust gekozen om in Nederland te blijven. Ik heb wat betreft ook wat antwoorden nodig van mijn lichaam, maar daar maak ik me eigenlijk niet zo druk meer om, want het gaat gewoon hartstikke goed. Ja, en dan zien we het in de zomer wel. Heel veel mensen vragen me, wat ga je dan doen? Ja, ik weet het echt nog niet. Ik laat het gewoon op me afkomen en ik wil gewoon lekker voetballen. En in maart is er ook Nederlands elftal, nou, daar wil ik absoluut bij zitten. En daarvoor zal ik goed moeten presteren bij AZ. En dan is het alsnog een keuze van de bondscoach. We gaan het wel zien. Maar de top is sowieso weer het doel. Sorry? De top is sowieso weer het doel. Ja, zeker weten. Ja, je wil altijd het hoogste nastreven. En hoe dat dan in de zomer ervoor staat, dat zien we dan wel weer. Nou ja, eindelijk weer lekker voetballen. Je bent fit. Je bent keihard aan het werk. Het leven is mooi, toch? Ja, zeker weten. Nou, ik geniet echt. Ik heb heel veel rust in mijn lijf. En dat is echt wel belangrijk voor mij. Om weer stappen vooruit te maken. En ik ben daarin absoluut op de goede weg. Dat voelt gewoon hartstikke goed. Absoluut nog dingen die voor verbetering vatbaar zijn. Maar ik weet gewoon dat ik die stappen weer ga zetten.